grote gezinnen. Vroeger waren er genoeg gezinnen met 10, 11, 12 kinderen. Bij mijn moeder thuis hadden ze 12 kinderen. En bij jou thuis hadden ze 7 kinderen. Dus we weten wel wat het betekent. Hoe is het eigenlijk om op te groeien in zo'n grote familie? Het echtpaar Wouters uit Meliskerke kan erover meepraten. Willy en Piet komen allebei uit een groot christelijk gezin. Toch hebben ze er heel andere herinneringen aan. Ik heb 6 zussen en 3 broers. En de oudste is nu denk ik 58 en de jongste 40. Een vader en een moeder en 15 kinderen. 4 broers en 10 zussen. Ja, ik heb er heel goede herinneringen aan. Ik ben opgegroeid in een hele liefdevol warm nest. Mijn vader en moeder was niets te veel. Alles was goed, mijn vader werkte veel, mijn moeder was altijd thuis. Ja, en ik vond eigenlijk dat je door die grootte van het gezin ook wel een zekere mate van vrijheid had. Ja, voor mezelf is dat niet positief geweest. Ik vind eigenlijk dat je in zo'n groot gezin ondergesneeuwd wordt door de grootte, zeg maar. Het is zo massaal. Ja, je hebt een plek, maar welke? It's a family affair. Mijn vader 9 kinderen en mijn moeder 8. En het is even gezellig, want als ze komen, dan proberen ze hier in Middelburg op een camping te komen, waar wij naartoe kunnen komen. Dan staan we dichtbij. Dat is geweldig. En dan komen de kleinkinderen erbij. Ik heb een tijd met 5 kinderen op de slaapkamer gelegen, ook met 4. Kan je zeggen, heb je niet veel ruimte, maar ieder had zijn eigen plekje. En dan had je toch wel een soort je eigen wereld. Dus ik heb daar wel goede herinneringen aan. Door die grootte heb je ook een... ik denk soms meer vrijheid als een gezin met 2 kinderen. Waar er erg op gelet wordt wat iemand doet. Wat ouders verwachten van een kind. Ik denk dat de hoeveelheid kinderen die ze hadden, daar de kinderen absoluut niet de aandacht kan geven die nodig is. Kan dat met 2 kinderen of met 1 kind wel? Dat weet ik niet. Maar ik heb dat zo ervaren. Ik heb het niet als een vreselijk drukke tijd ervaren waarin nooit tijd voor mij was. Nee. Nee, als ik soms naar jeugdherinneringen vraag, dan zegt mijn moeder wel eens van dat weet ik niet meer precies hoe het was bij jou. Als moeder kun je 15 kinderen niet aansturen, dus dan krijg je ook hulp in zo'n gezin. In de vorm van schoonmaken en al die dingen, voor de groente zorgen en noem maar op. Margriet, Kobi, Sjaak, Wim en Peter. Moet je denken, als je altijd alleen geweest was, zou ik erg gevonden hebben. Nee, ik was blij. En ik wist ook, al zeg ik het zelf, wel goed orde en regels handhaven. Maar ik gaf ze ook veel liefde. Ik ben vorig jaar mijn zus verloren. Die is jong gestorven, 53 werd ze en toen stierf ze die dag. Die mis ik vreselijk. Want je bent met de ene intiemer dan met de andere. Maar je kan met alle 10 even je eigen herinneringen of je persoonlijke gevoelens delen. Met haar deed ik dat wel. Dus ik mis haar echt wel. Als er morgen iemand komt van een van mijn broers of zussen, van wil je me helpen? Dan ben ik er. Altijd. Het gebeurt vaak zo dat ik er verschillende, die zie ik 1 keer in een jaar. Meer absoluut niet. Verjaardagen, die slaan we ongeveer over. Vorige week is onze zoon getrouwd. Er is van mijn familie niemand geweest op de receptie. Mis ik ze? Nee. Dat loopt gewoon zo. Er zijn zoveel kleinkinderen. Ja, als je al die recepties af moet, ja, dat werkt gewoon niet. En natuurlijk had je ook... hartstikke veel ruzie. Je hebt ook een tijd gehad met mijn zus, dat kan ik me herinneren, zus onder mij, dan heb je een soort concurrentiestrijd. Het was een heftige tijd. Maar toen kregen we al bij verkeringen en toen zochten we elkaar weer op. En dan was het net zo klef als voordien. Kijk, we hadden een gelovig gezin, dus de zondagen was je thuis. Bijvoorbeeld met z'n allen. Dat was heel strikt. En dat is ook prachtig. Dat is misschien wel iets moois. Dat vind ik dan wel positief.